dames en heren, hier volgt een opsporingsbericht. Sinds 27 april jongsleden wordt er een kunstwerk vermist. Sinds 27 april jongsleden wordt vermist een kunstwerk dat eigendom is van de omroep Dommeland. Het is een kunstwerk, een schilderij met een varken daarop. Onderdeel van Dommelruil. Ja, dat was een ruilspelletje. Waar de deelnemers competitie verband en eentje probeerde te ruilen voor zo groot mogelijke waarde. Ja. Het schilderij is een tijdje in bezit geweest van de oliebollenboer. Die uiteindelijk terug heeft geschonken aan de deelnemer, de heer Arjen van Witteveen. Het schilderij is voor het laatst gezien op 26 of 27 april in het VVV-kantoor, waar het heen is gebracht door de voorzitter van de kinderboerderij. Ja, Jan de Brouwer had graag dat schilderij willen kopen. Ja, hij moest er nog wel een fonds voor werven, voor de aanschaf. Hè. Hij had ze namelijk nog niet al zoveel geld bij elkaar gezocht, dus zodoende. De opsporing gezocht wil graag wat antwoorden van u. Dus let op. 1. Wie heeft dat schilderij na 26 april om 17 uur nog gezien? Zo'n schilderij kan toch niet uit zichzelf gaan bewegen? Hè? Die kan toch geen pootjes, die kan er toch niet van doorgaan? Ja, binnen de maal, dat gaat toch niet lukken, hè? Let op. Vraag 2. Hè? Wie heeft dat schilderij na 27 april, 9 uur in de ochtend, zien lopen op stapelen, hè? In de buurt van de studio van Dommeland? Ja. Ja. En eerlijk gezegd, zoveel varkens konden daar niet meer leven tegen. Nee. Oké. Nou, Dommeland ruilt, biedt zijn excuses aan, ja, voor de vermissing. En doet er alles aan om dat schilderij op te sporen en terug te krijgen. Ze beloven een beloning uit voor degene die het schilderij kan terugbezorgen. Of een hele goede tip kan geven, hè. Ja. De omroep laat echter wel weten geen losgeld te willen betalen. Nee, dat is niet mogelijk, hè. Nee. Heeft u informatie over het kunstwerk? Of u kunt mailen ook naar beeldtv@omroepdommeland.nl of dommelandruilt@ziegel.nl. Of u kunt ook contact opnemen met een 06-nummer. Spannend, hè? 06-23-72-95-99. Oh, ja. We zullen hem vinden. Ik herhaal. We zullen hem vinden. Zeker zo'n roosvarken. Dit is het einde. Punt. Oh, dit is het einde van dit opsporingsbericht. Ja. Als je niet alles voorkoudt, dan weet ze het ook niet. Ja.